Welkom bij Vera D. Mediteren. Een rollercoaster van emoties. Zit in een houding waar je je goed bij voelt. Op een kussen, een stoel of in de sofa. Heb je soms het gevoel dat je op een emotionele achtbaan zit, dat je je emoties niet in de hand hebt en ze met je kunnen doen wat ze willen. Het lijkt alsof ze je rondslingeren tot je er gek van wordt. Thuis zou je in dit soort stressvolle situaties beginnen te huilen, te roepen, je verbergen in je kamer, futloos. Je gedrag brengt je af van je concentratie, je leervermogen, je productiviteit, je gezondheid. Opgekropt verdriet, frustratie, angst, droefheid, vertrouwen, afkeer. Het kost je bergen energie. Het heeft een negatieve invloed op je lichaam, je relaties met je gezin en de mensen om je heen. Emoties zijn gek op uitslovers, sluw. Ze zijn er. Als je het meest kwetsbaar bent, je glijdt bergaf in een depressie. Meditatie is een vaardigheid die je moet leren en trainen, zoals fietsen. Je kunt het. Laten we starten met een ademhalingsmeditatie. Je zet de timer op 5 minuten en bouw dit langzaam op naar 10 minuten. Richt je aandacht op je ademhaling. Adem 3 of 5 tellen in. En adem 5 à 8 tellen uit. Dit is een richtlijn. Kies je eigen natuurlijke ritme. Ademen. Adem in en tel in gedachten. 1, 2, 3. Adem uit en tel. 5, 4, 3, 2, 1. Sluit je ogen, maak tijd vrij om gewoon te zijn, je emoties los te laten. Ademen. Als je gedachten afdwalen of onrustig worden, concentreer je op je ademhaling en focus je gedachten opnieuw daarop. Adem in en tel in gedachten. Adem uit. Laten we ons in stilte focussen op het in- en uitademen, ons hartslag verlagen, nog enkele minuten. Blijf zitten tot de timer afgaat. Houd vol. Adem in
en tel in gedachten. Ademen.